De Kunsttiendaagse in Bergen opende vrijdag officieel in Museum Kranenburg. Tot en met 29 oktober laten meer dan 300 kunstenaars hun werk zien. Bij de opening waren onder andere aanwezig het college van BMW en natuurlijk de kunstenaars zelf. Een dank eigenlijk al voor de mensen en kroegen die hun huis, of mensen die hun huis te openstellen en de kroegen die openstaan. Alles hebben wij nodig om locaties. Het zijn er meer dan 130 in Bergen, Bergen aan Zee, dus dat is best wel veel dit jaar. En er doen meer dan 300 kunstenaars mee, dus dat is op zich ook al een fantastisch iets. We hebben vrijwilligers in het informatiecentrum, er zijn de buschauffeurs die de busjes in de weekenden rijden. We hebben een bouwploeg die de fototentoonstelling neerzet, het paviljoen bemand of opzet. Dus ja, er is veel werk verricht. En als het allemaal klaar is, als vandaag, dan kan je eigenlijk alleen maar gelukkig ademhalen. En dat je denkt van nou, dit hebben we weer voor elkaar gekregen. De bekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder gaf een korte lezing over het beleven van geluk. Bijvoorbeeld bij het maken van kunst. Hoe werkt dat in de hersenen? Wat gebeurt er? En ik haal alleen die middelste kern eruit, deze hier. Die kern is de nucleus, nucleus accumbens. En die draagt heel bijzonder bij aan het beloningsgevoel. Namelijk in de zin van verlangen naar. Verlangen naar. Dat je denkt, oh, ik wil meer. U moet even reageren. Herkent u dat gevoel, toch? Dat je verlangt naar iets, dat kan van alles zijn. En dat je denkt, yes. En nou de volgende stap. Hoe uitlokkend, uitnodigend is dat? Als je iets maakt en denkt, ik wist niet dat ik het kon, maar ik kan het en nou wil ik meer gewoon. In de Ruïnekerk lieten de ondernemers Jaap-Erik Brouwer en Mirel van Dam hun miniatuurhuisjes zien. Die in het groot staan in het historische centrum van Bergen. We zijn hier natuurlijk al ruim anderhalf jaar mee bezig, maar toch is het ons gelukt. Vorige week rond dit tijdstip kwamen de huisjes pas uit de oven. Gisteren eindelijk hier en uit de oven dan is het nog onbeschilderd. Dinsdag stonden zij nog bij de douane vast. Dus jullie begrijpen, we hebben heel slecht geslapen afgelopen week. Een complete set van huisjes komt te staan in het gemeentehuis. En ik ga nog iemand in het zonnetje zetten en dat is André van Fabels. Dus als die even naar voren kan komen. Nou, die willen we even benoemen, ook omdat jij zo enthousiast was en ondersteunend in het organiseren van deze leuke opening. Dus dan hebben we voor jou een mooie étagère gemaakt met een fabels erop. Een uniek stuk. Ja. Maar onze eerste dank gaat vooral uit natuurlijk naar de beide initiatiefnemers van dit mooie project. Mirel van Dam en Jaap-Erik Brouwer. Die hadden samen een geweldig idee. Maar we begrijpen allemaal ook heel goed hoeveel inspanning het heeft gekost dit avontuur daadwerkelijk op te zetten en ook succesvol ten einde te brengen. Bravo, onze complimenten. De mooie gemeente Bergen is echt weer een beetje mooier geworden vandaag. En die was al heel erg mooi, maar wat een mooie aanwinst is dit. En wat is dit iets om trots op te zijn. Ik moet toegeven, toen ik het een tijdje geleden liet vallen dat Priska en ik nog op zoek waren naar een huis, was dit niet helemaal wat ik in gedachten had, maar het is wel een heel mooi alternatief. Als ik nog een klein tipje mee mag geven, als het succes zo groot wordt dat jullie overwegen om nog andere panden te gaan verwezenlijken, ongeveer daar staat een pand wat de gemeente en mijzelf in ieder geval erg dierbaar is. Dus misschien dat het oude raadhuis ook nog een goed idee was en daarmee het gemeentebestuur zou kunnen bewegen om terug te komen in de kerk waar we eigenlijk horen met z'n allen. Dat is toekomstmuziek voor nu, voor vanavond. Van harte gefeliciteerd met het succes wat het nu al is. Met dit prachtige visitekaartje voor Bergen. We gaan zorgen dat het in het gemeentehuis echt een goede plek krijgt. En dat ik iedereen die bij mij of anders op bezoek komt, even zal wijzen op van het gemeentehuis staat wel in Alkmaar, maar kijk eens hoe mooi Bergen is. De twee ondernemers veilden een set miniatuursetjes in de kerk. En verder gingen ook 8 items, aangeboden door ondernemers, onder de hamer. Wie meer dan 900 euro? 9,50. 1000 euro achteraan. Volgende bod is 1050. Wie meer dan 1000 euro? Wie meer dan 1000 euro? Niemand meer dan 1000 euro? 1000 euro achteraan geboden. De opbrengst, rond 9000 euro, is bestemd voor de Ruïnekerk.